Nooit eerder kon in één en dezelfde wedstrijd de ene ploeg kampioen worden en de andere ploeg rechtstreeks degraderen. Wint Ajax zondag, dan zijn ze kampioen. Verliest Willem II, dan zijn ze definitief gedegradeerd. Maar het blijft voetbal. Dus een uitdaging voor Willem II. Ja, inderdaad. Dat zeg je precies goed. Zijn er mogelijkheden? Ja, die zijn in het voetbal altijd. Hè. Maar dat het niet makkelijk wordt, dat is duidelijk. Zij kunnen spelen voor het kampioenschap. Dus die zullen op het bord gemotiveerd zijn om feestje te vieren. We hebben heel veel vertrouwen. We hebben de laatste wedstrijden hebben wij wel goed gevoetbald. En we moeten gewoon kijken dat wij de kwaliteiten die wij hebben goed gebruiken. En dan kijken wat er gebeurt. Wat geef je jouw ploeg nou mee voor komende zondag? Hetzelfde als we het begin van het jaar hebben gezegd. Laat zien dat je Eredivisie waardig bent. En dat we onze huid zo duur mogelijk gaan verkopen. Dus dat is eigenlijk het enige wat wij de jongens wat dat betreft meegeven. De trainer blijft hoop houden, maar dat moet hij natuurlijk ook. Bij de supporters is inmiddels veel minder vertrouwen. Het doek is gevallen. Maar ik denk dat het dus een paar weken geleden al beslist is. In wedstrijden tegen Groningen en Heerenveen hadden ze dus een paar puntjes moeten kunnen halen. En als dat was gebeurd, dan hadden we nog enige kans gehad. Hoe zou zo'n wedstrijd van komende zondag nou moeten lopen als het ideaal zou zijn voor Willem II? Ja, een goede vraag. Scoren in de laatste minuut, 0-1. Dan hebben ze weinig tijd om tegen te scoren.